Verwezen directeur van de Hagrenbank, Jim Buzait, heeft de regering gisteren opgeroepen haar uitgaven niet onnodig te vergroten in aanloop naar de verkiezingen toe. Hij stelt dat juist in deze periode de regering extra voorzichtig moet zijn met de bestedingen. Buzait deed de oproep gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES. De titel van zijn nieuwjaarsrede was Met bezieling op weg naar voorspoed. De oud-bankdirecteur benadrukt dat onnodige en onzorgvuldige uitgaven nu schadelijk kunnen zijn voor de economie die nu al zwak is. Het politieke argument dat voorafgaand aan verkiezingen de uitgaven extra moeten worden verhoogd, snijdt naar mijn oordeel economisch geen hout en is op termijn schadelijk voor ons land. De overheidsbegroting 2019 laat dan ook een zorgwekkend beeld zien. Ik ondersteun de brief van de VES om de begroting te herzien en het tekort terug te dringen. Van belang voor herstel van gezonde overheidsfinanciën is dat diverse instituten, zoals de Centrale Bank, de Belastingdienst, het Planbureau en het Bureau voor de Staatsschuld, hun verantwoordelijkheid nemen en de regering en het parlement betrouwbare adviezen geven over het voeren beleid. Dit gebeurt er niet altijd. Daarom moeten wij het voorbeeld volgen van de leiding van de centrale banken in de Verenigde Staten en India, die in december 2018 een krachtig standpunt innamen om hun onafhankelijkheid ten opzichte van de zittende regering te borgen. De president van de Centrale Bank van India stapte zelf op nadat hij door de regering onder druk werd gezet om zijn monetair beleid te versoepelen om electorale doelstellingen te bereiken. Volgens Buzait is het zeer belangrijk een onafhankelijke centrale bank te hebben. Hetzelfde geldt, naar zijn zeggen, ook voor de Raad van Commissarissen binnen de centrale banken. Buzait wees ook op de gevaren van overheidssubsidies. Er wordt heel veel gesubsidieerd. De president heeft het in zijn jaarrede aangekondigd, we gaan door met subsidies. Maar subsidies zijn leuk voor de mensen die het ontvangen. Eigenlijk ontvangen we iedereen, want het zijn objectsubsidies. Dus feest voor ieder. Maar aan subsidies schuilen natuurlijk ook andere kanten. Zo bemoeilijken de huidige energiesubsidies de ruime benutting van goedkopere en duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen. Ook verhullen zij de eigenlijke armoedeonderdelen van de bevolking. Hetzelfde geldt voor de sociaal zwakkeren, mede door middel van herverdeling van inkomens en vermogens. Op deze wijze moeten wij voor degenen die het echt nodig hebben een sociaal vangnet bouwen en niet onze toevlucht nemen tot de verstrekking van pakketten levensmiddelen. Een goed sociaal vangnet is noodzakelijk voor een goed uit te voeren saneringsplan voor de Surinaamse economie. Tot zover Jim Buzait gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie van de VES. Hij heeft de regering opgeroepen niet onnodig uit te geven in aanloop naar de verkiezingen.